This is the Assassin's Creed Origins Gods Edition. Wel leuk, elke zijkant heeft een mooi plaatje met vijanden die je gaat tegenkomen in het spel. Assassin's Creed Origins logo. En natuurlijk Bayek of Siwa. Bayek, dit wapen kun je eruit halen. Ik weet even niet meer hoe ik het gedaan heb. Ik laat het nu inzetten voordat ik iets kapot maak. En dit is dus hoe het Assassin's Credo, de sluipmoordenaars, hoe zij zijn ontstaan. Begon dus bij deze man in principe. Leuk achtergrond trouwens, de woestijn. Speelt zich af in Egypte. Het zit er allemaal in. Een kaart van Egypte. De soundtrack. En natuurlijk een artbook. En deze vind ik echt heel mooi. Dit is fantastisch eigenlijk. Hoe dit eruit ziet. Assassin's Creed Origins. Artbook. Achterkant ook. Ik vind het echt mooi gedaan. Hoor. Wat staat hier allemaal in? Siwa, Alexandria, de Nel Delta, Giza en Memphis, Fayum, Kyrenaika, is een beetje Grieks en in de huidige tijd. Nou, Siwa, daar begint het verhaal met Bayek. Waar komt hij vandaan? Dit is hem. Hij is een Magi, een beschermer van de farao, betekent dat, of dat was hij. Wij zijn dit mensen die hij onder andere moet vermoorden. Alexandria, daar ontmoet hij zijn vrouw Aya. Daar gaat hij heen. De Dissaag, later noemt ze zichzelf Amunet. Een belangrijk personage in het Assassin's Creed verhaal. In de hele verhaallijn, niet alleen in deze. De Nel-Delta. Het is wel leuk, Giza en Memphis, daar staan alle piramides. Interessant om die te onderzoeken. Vooral met de, hoe heet dat, Discovery Tour. Fayum, dat is een echte oase eigenlijk. Fayum oase is ook een van de gebieden. Hyrnaika, dat is Grieks. En er spelen ook een paar missies in Rome af, maar dit is dus eigenlijk een beetje een Grieks gebied. Ik hoopte ook dat het vervolg naar Rome of Griekenland zou gaan. Nou, hier zie je dus de Romeinen met onder andere Julius Caesar. En dan present day, dat gaat een beetje over het, nou ja, het huidige verhaal. Dit zijn de nieuwe personages in de huidige verhaallijn. Daar staat er niet heel veel over in. Het zijn dan de tegenstanders. Ja, dat is niet heel bijzonder verder. Echt mooie voorkant. Ik kan het niet goed niet genoeg benadrukken. En dan de kaart. Dat zal ik even neerleggen. Eerst eens even de achterkant van de kaart met allerlei Egyptische tekens. En dan de kaart zelf. Oh, dat gaat even mis. Heel groot Egypte. Dit is dus waar je begint. In Siwa. Je gaat zo door de woestijn. Hier helemaal heen. Je komt eerst hier. Bij de Kom Elitsen Tempel. In, ja, is het? Dit is, maar nee, eerst door de Imentium geloof ik. En dan het Mariotismeer. En dan ga je naar Alexandria. En volgens mij ga je dan helemaal zo hier langs naar de piramides toe. Uiteindelijk ga je hier zo naar Fayum. Kom je in Krokodillopolis. Er staat een arena. Hier is dat. En dan volgens mij ga je zo of je gaat zo. Dat kan ook nog een van de twee. Je maakt een soort rondje.
Uiteindelijk moet je hier naar Marmarika's, ook Grieks. Hier heb je dus Kyrenaika, Cyrene, de Herakleionoom. En twee zeeën hier, de Mesogeos Sea en de Great Green Sea. En hier heb je echt, dit is alleen maar woestijn hier. De Great Sand Sea, de White Desert Oasis en de Sahara Desert. En hier zit nog een tombe midden in de woestijn, meerdere tombes. Hier ook weer. Dat is ook interessant om te onderzoeken. Kortom, dit spel biedt echt heel veel mogelijkheden in het onderzoeken naar Egypte. En dat is, vind ik ook wel mooi. Dus het vertelt niet alleen het begin van de sluipmoordenaars, maar ook meer over de geschiedenis van Egypte. En dat is ook heel interessant. Hier ook weer de Griekse tekens. Beetje stof, maar dat maakt niet uit. Hoe hadden ze toen ook al. Dit was de Assassin's Creed Origins Gods Edition. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.